Donderdagmiddag 28 mei werd tijdens de kinderraad het heugelijke feit gevierd dat de raad 5 jaar bestaat. De kinderraad is in 2010 ontstaan op initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. De kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente. Elke laatste donderdagmiddag van de maand komen ze na schooltijd in de raadzaal bij elkaar. Samen vormen deze gekozen kinderen een raad waarbinnen ze discussiëren over zelf ingebrachte agendapunten. In de vergadering van 28 mei koos de kinderraad de naam bijvoorbeeld voor de nieuwe Veerpont. En dat is geworden Pomona.